sta hier nu in de Tweede Kamer. Hele bijzondere plek om te zijn. De zaal is nu leeg, want we zijn aan het einde van de dag. En voor mij persoonlijk een hele bijzondere dag waarin ik mocht aantreden als nieuw Kamerlid voor de ChristenUnie en ook beëdigd mocht worden. Die dag begon vanmorgen al vroeg. Toen kwam ik hier eerst aan bij de Tweede Kamer voor een overleg eerst met 5 Kamerleden van de ChristenUnie. En daarna hadden we een fractievergadering. Waarin de Kamerleden bij zitten en de medewerkers. Dan bespreken we de agenda voor de week door en belangrijke punten aan de orde. De komende week het debat over de regeringsverklaring bijvoorbeeld. Daarna mocht ik mij melden bij de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Ariep. Samen met de 11 andere Kamerleden die vandaag ook beëdigd zouden worden. Toen hoorden we hoe het zou gaan, wat je zou moeten zeggen. Gelukkig had ik dat al geoefend van tevoren. En daarna ging het ook eigenlijk gelijk door. Mochten we de eed afleggen vandaag. Dat was ook een heel bijzonder moment. Van der Graaf. En het was echt een speciale dag, ook omdat mijn man erbij was en familie en vrienden. Dat maakt deze dag gewoon extra speciaal. Vanaf nu is dit mijn plek. Ik heb heel erg veel zin om aan de slag te gaan als Kamerlid van de ChristenUnie.